Hoe kun je storingen voorkomen bij solarinstallaties? En dan heb ik het eigenlijk met name over HF-storingen of uh, storingen in het elektromagnetische spectrum. Daar heeft het uh, agentschap Telecom een tijdje terug een heel mooi lijstje van gemaakt. En het leek me wel goed om de punten die zij aanhalen hier eventjes op te sommen. En als laatste nog een punt van mezelf toe te voegen die ook het een en ander kan verbeteren. Nou, wat zijn mogelijke problemen die kunnen ontstaan door de storing die zonnepanelen veroorzaken? Nou, denk bijvoorbeeld in huis aan een trage wifi-verbinding of slechte dekking van de wifi-verbinding, slecht bereik met mobiele of draadloze huistelefoons, storingen van radio en tv. Vooral deze is een hele bekende, zeker onder radioamateurs. Die merken bijvoorbeeld dat op de korte golf en de middengolf heb je heel duidelijke instoring. Van, uh, denk van optimizers, uh, omvormers, et cetera. Niet werkende babyfoon is ook altijd een teken aan de wand. Of denk bijvoorbeeld ook aan haperende zendergestuurde klokken. Dat zijn vaak DCF77 klokken die niet meer op tijd willen synchroniseren. Of dat in ieder geval een stuk slechter doen. Nou, dit, zijn, ja, dit kan natuurlijk al honderden dingen liggen als je hier last van hebt. Maar het zou kunnen liggen aan de zonnepaneelinstallatie. Nou, wat zijn zaken die je zou kunnen veranderen of waar je rekening mee kunt houden als je zonnepanelen laat leggen om dit soort storingen zoveel mogelijk te voorkomen? Nou, punt 1. Kijk of de zonnepanelen een CE-markering hebben. Kies alleen zonnepanelen en omvormers met een CE-markering is in feite vrij eenvoudig. Als er namelijk geen CE-markering aanwezig is, dan mag het product in Europa niet op de markt komen. Er zijn natuurlijk ook mensen die aangeven dat CE een vrij zachte certificering is. Als in de fabrikant is zelf verantwoordelijk voor de testen die uitgevoerd moeten worden. om dit op zijn product te mogen zetten. Er zijn in het verleden ook producten geweest die gewoon dit label wel hadden. maar absoluut geen certificering bleken te hebben of geen onderzoek daarnaar is gedaan. Dus er wordt heel vaak gezegd dat het een vrij zwak logo is. Van de andere kant. Als een toezichthouder uit een land zegt uh, uh, dat zij de papieren van de CE-certificering in willen zien en die zijn er niet, dan kan dat best in de papieren lopen, uh, omdat dan die fabrikant bijvoorbeeld gedwongen kan worden om kosteloos aanpassingen uit te voeren op producten die al in de markt staan of zelfs de producten actief terug te roepen. En dat zijn dure aangelegenheden. Ik heb hier bijvoorbeeld even een sticker staan. Meestal zit er op elk zonnepaneel aan de achterkant een sticker waar alle specificaties op staan. En daaronder zie je hem staan, de CE-markering. Ik kan haast niet geloven dat er in Nederland panelen worden verkocht waar geen CE-markering op zit. Maar let er voor de volledigheid toch op. Nou, punt 2. Volg de installatievoorschriften. Volg de richtlijnen van de fabrikanten. Uh, veel fabrikanten, met name die van omvormers, maar ook die van de zonnepanelen, hebben duidelijke voorschriften hoe dat hun product moet worden geïnstalleerd, waar rekening mee moet worden gehouden. Denk bijvoorbeeld bij de omvormer aan hoeveel ruimte er omheen moet zitten, of hoe dat de bekabeling moet lopen, etc. Hou je eraan, dat staat er niet voor niks. De mensen die zonnepanelen leggen, er zitten heel veel goede installateurs tussen, maar er zitten ook een bult cowboys tussen die. Ja, die gewoon prutswerk leveren en die zeker weten, die handleidingen nog nooit van voor tot achter gelezen hebben, daar kom je vaak pas te laat achter. Dus doe zelf ook onderzoek als je weet uh, wat je, uh, waar je ja tegen hebt gezegd in de offerte. Daar staan vaak de type nummers bij. Download van de website van de fabrikant de handleidingen vast. Doe vanzelf vast even het voorwerk en zorg dat wanneer ze het komen hangen, dat het meteen goed gehangen wordt. Ja, dat is eigenlijk jouw taak niet, maar geloof me, het is fijner om even mee te kijken en een installatie te krijgen die helemaal correct is, dan dat je achteraf een wel eens niet het een spelletje krijgt met de leverancier of in feite de installateur. Ja, en volg natuurlijk ook de nationale normen. Denk bijvoorbeeld aan de NEN1010, de NPR5310 of de NEN2750. Waarbij ik wel moet opmerken dat die laatste uh, uh, norm nog niet helemaal uh, gefinaliseerd is op dit moment. Maar daar zit een heel segment in wat gaat over brandveiligheid van PV-systemen. Uh, wat natuurlijk heel courant is, zeker bij indachsystemen, maar gewoon überhaupt in het algemeen. Daar waren nog geen goede regels voor of geen goede normen voor. Die worden op dit moment wel opgesteld. Heel belangrijk, volg deze. Vooral die N1010 is een belangrijke als je gaat kijken naar hoe dat zonnepanelen en dan met name de omvorm moet worden aangesloten op de meterkast. Wat voor automaten gebruik je ervoor? Welke karakteristieken? Welke waarden. Daar zijn hele duidelijke richtlijnen voor. Maar ook de fabrikant van de omvormer heeft er hele duidelijke richtlijnen voor. Staan vaak in de handleiding vermeld of in de installatiehandleiding. Volg die. Nou, leg DC-kabels parallel. Uh, leg de DC-kabels zoveel mogelijk parallel. Uh, met idealiter met enige tussenruimte 10 centimeter ter voorkoming van vlambogen bij beschadigde kabelmantel. Nou, dit gebeurt volgens mij echt bijna nooit. Bij mijn eigen installatie is dit ook absoluut niet aangehouden. Die, uh, de plus en de minkabels liggen gewoon door hetzelfde pijpje heen, uh, echt strak tegen elkaar aan richting de omvormer. Dat moet in feite ook geen enkel probleem zijn. Uh, de kabels die worden gebruikt, zijn, die, die moeten eigenlijk, uh, als je van de normen afgaat uh, 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 moeten die UV vast zijn, dus dat moeten UV bestendige kabels zijn met een hele stugge dikke mantel is dat. Dus in feite kan dat ook geen kwaad. Ik heb zelfs uh, één segment uh, kabelsegment over mijn dak lopen in een uh, in een PVC pijpje die bij hevige regen volledig onder water staat. Moet niet uitmaken. Zelfs al zou de kabel vol in de zon liggen, dan wordt die misschien qua kleur een beetje anders, maar die moet makkelijk 30-40 jaar mee kunnen gaan zonder dat die uh, mantel brokkelig wordt. Maar goed. Op een gegeven moment wordt die brokkelig. En als ze dan inderdaad tegen elkaar aan liggen, heb je kans als die mantel uh, gaat, gaat scheuren, dat daar een vlamboog optreedt. Nou, als je een, bijvoorbeeld een omvormer met optimizers hebt en je hebt uh, 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 een goede installatie, dan zou in feite bij zo'n kortsluiting aan de DC-kant de omvormer preventief uit moeten gaan. Maar als je bijvoorbeeld een hele simpele omvormer hebt, dan zou het best kunnen zijn dat die uh, vlamboog blijft vlammen. En uh, dat is wel een bekend punt waar brand zou kunnen uitbreken. Uh, ik zou zelf daarom ook aanraden om uh, je, je hele uh, PV-installatie... zeg maar elke vijf uh, jaar te laten controleren. Zeg elk half decennium. Een kitje na te laten lopen, doe het zelf. Als je het kunt, maar als je het niet kunt, laat het iemand doen. Uh, dan ben je dit soort problemen voor. En dat kan echt enorm veel schade of brandschade voorkomen. Zeker als je weet, want daar hebben we een eerdere video over gemaakt, dat zonnepanelen makkelijk 60 jaar mee kunnen gaan. En dat, dat geloven mensen niet, maar dat is echt waar. Ik leg dat in die video leg ik dat ook uit. Maar laat dat ook zeker eens in de vijf tot tien jaar controleren, eh, periodiek dus. Eh, zodat je dit soort zaken bijvoorbeeld, dit gebeurt niet van de een op de andere dag. Dit zie je ruim van tevoren aankomen als je maar kijkt. Voorkom lussen en dan met name de kabellus aan de DC kant. Hier heb ik ook al eerder een video over gemaakt. Waar dit eigenlijk op neerkomt is dat de, AC, of de DC kabels, plus en min, die moeten zoveel mogelijk naast elkaar liggen in hetzelfde traject. Je moet voorkomen, wat je aan de rechtse kant ziet, dat het een soort van seriële lus wordt. Uh, dat heeft ook met name met die storingen te maken. Dat rechtse, als je hem op de rechtse manier legt in serie met zo'n grote lus, ja, dan creëer je eigenlijk een, 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 een antenne. Eigenlijk creëer je een soort van zuigkring die er ook voor zorgt dat wanneer er, eh, 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 ho segur, hoe zeg je dat, eh, dat er eh, eh, signaal op die kabel staat. Want die moet nagaan, zeker als je optimizers hebt, elke losse optimizer communiceert met de omvormer doordat daar eh, een, een signaal op die kabel wordt gezet. Dus er zit ook een data rate op. Daar wordt waarschijnlijk een... Uh, uh, een, een hoog signaal wordt daar gezet, als in hoogfrequent, om die gegevens door te sturen. Maar dat wil wel zeggen dat als die kabels in zo'n lus liggen, ja, dat gaat stralen. En uh, afhankelijk van hoe groot die lus is, kan dat best een eindje stralen. Er zijn al gevallen bekend, en daar maakt het uh, agentschap Telecom ook gewacht van, dat uh, grotere installaties zelfs voor verstoring uh, van de luchtvaartsignalen hebben gezorgd. Dus zeg maar de AM-signalen boven de 119, 8, 119 MHz en hoger. Uh, dat heeft ingestoord. Dus doe dat ook zeker niet. Dat stoort ook natuurlijk op je eigen apparatuur, wat we al zeiden. Huistelefoons, mobieltjes, etc. Uh, wat nog een bijkomend voordeel is, om uh, 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 um die kabels parallel te leggen, en dus niet in die lus, is dat zo'n lus natuurlijk twee kanten op werkt. Hij gaat stralen, hij gaat hoogfrequent stralen, maar de andere kant op, wanneer je in de buurt bliksem krijgt, dan wordt het ook een hele mooie antenne om, om die pieken, Zeg maar dat, dat die piek, die veldspanning, om die op te vangen en te zorgen dat er dus piekspanning optreedt aan de DC kant. Dit kan er ook gewoon voor zorgen dat je je zonnepanelen, je optimizers of de omvormer zelf gewoon defect kan raken. En als het zelfs daar nog doorheen zou slaan, als er dus echt heel dichtbij een blikseminslag plaatsvindt, kun je zelfs gewoon bliksemschade krijgen aan een apparatuur in huis, terwijl er geen sprake is van een directe blikseminslag. Dus dat is nog een nadeel om niet een lus uh, aan te leggen. Uh, de reden dat mensen uh, uh, soms wel willen doen is omdat het, ja, het, het is iets zuiniger op de kabel. Je gebruikt ietsjes minder kabel. Maar ja, dat vind ik dan persoonlijk geen reden om, uh, om zo lust te leggen. Zeker als je dus nu weet wat voor nadelen er allemaal aan zitten. Dan de afscherming. Ja, gebruik zoveel mogelijk metalen kabelgoten of stalen buizen waar de bekabeling doorheen loopt. Om te zorgen dat de HF-afscherming verbetert. Hè? Want dan kunnen die kabels niet stralen. Je krijgt dan in feite een soort van mini-kooi van Faraday. Ja, en ook hier plaatsen kralen op de DC-kabels bij de omvormer. Dat is natuurlijk een bekend fenomeen. Dat kennen we natuurlijk uh, als, als, als radioamateurs, dat als de, als de ballen weet je wel, die je ook bij uh, uh, korte golfantennes gebruikt om te ontkoppelen. En hier wordt het eigenlijk met name gebruikt om ervoor te zorgen dat hoogfrequente signalen niet uit de omvormer richting die kabels gaan. Ja, en zoals hier staat, in sommige omvormers zijn ze al aanwezig. Dit is mijn eigen omvormer. En hieronder in de cirkels zie je ze zitten zowel aan de AC- als aan de DC-kant. Zaten er affabriek al in? Um, uh, en deze zorgen er dus ook voor dat er zoveel mogelijk HF-sputter uh, 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 niet vanuit de omvormer die kabel opgaat. Maar zoals ik al zei, je hebt altijd nog het communicatieprotocol van de optimizers richting de omvormer. Ja, dat is ook tot op zekere hoogte een hoogfrequent signaal. Wat ook, ja, daar hebben de ingenieurs natuurlijk wel rekening mee gehouden dat dat niet heel erg raar in het hoge spectrum zit. Maar toch, dat kan gaan zenden als je het dus verkeerd aanlegt. En plaats eventueel een, een EMC of een EMI-filter aan de DC-kant. Daar heb ik zelf geen heel concreet voorbeeld van gevonden. Maar als dat zou spelen, je zou daar altijd een installateur om kunnen vragen. Die weten daar al meer van dan ik. En die weten ook wat je daar het beste voor kunt plaatsen. En dan tot slot, punt 6. Dat is niet iets wat Agentschap Telecom heeft gezegd, maar die komt van mezelf. Dat is de aarding van de hele installatie. Zorg dat alle geleidende delen van de onderconstructie zijn voorzien van aarding of vereffening. Dat zorgt er ook voor dat mocht er ergens een storing optreden, of in ieder geval een stoorbron ontstaat, dat dat uh, veld kan wegvloeien richting aarde. Uh, Brengt deze aardedraad centraal naar de meterkast. En zo leggen de installateurs het eigenlijk ook altijd aan. Dus de hele onderconstructie, alle balkjes van de dragende constructie, maar ook alle omvormers zelf, alles wordt doorlopend geaard. En dat gaat allemaal naar één centraal punt bij de omvormer. Daar schiet het de meterkast of de onderverdeler in. En wordt het eigenlijk gewoon naar het centrale aardpunt van de woning geleid. Daar is één uitzondering op. Dat is wanneer er een bliksemafleider is aangebracht op de PV-constructie. Dan mag de draad juist niet op de meterkast worden aangesloten. Dat is ook logisch. Hè? Uh, als er een keer een, een daadwerkelijk bliksem inslaat. Hè, dat is een beetje het doel van de afleider. En het zou wel naar de meterkast worden geleid. Ja, dat gaat met zoveel vermogen. Dat gaat met zulke hoge spanning. Ja, en zo'n groot veld ook. Hè? Nou, dan blaas je alsnog in heel de woning alle elektrische apparatuur kapot. Uh, 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 dus dan heb je alsnog niet... De, 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 de veiligheid die je dacht te krijgen met een bliksemafleider. Dus mocht je een bliksemafleider hebben... die moet altijd naar een apart aardpunt worden geleid. Degene die de bliksemafleider zal aanbrengen, die zal dat wel weten... maar dit zie je vaak gebeuren wanneer er al een bliksemafleider was op de woning... en er zijn later zonnepanelen toegevoegd door een andere installateur... Uh, uh, ja, die daar eigenlijk vanuit zijn werk normaal geen rekening mee hoeft te houden. Maar ja, die twee systemen staan op, dezelfde, ja, op hetzelfde dak, zo gezegd. Dus daar moet wel rekening mee worden gehouden, dat daar met de aarding uh, de goede keuzes worden gemaakt. Uh, want anders dan denk je dat je een bliksemafleider hebt. En die leidt inderdaad wel af, maar die leidt precies de woning in. Ja, en dat is natuurlijk nou net niet wat je wilt. Nou, hopelijk heb ik hier wat uh, zaken verhelderd. En doe daar zeker je voordeel mee.